Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de podcast-studio in Ede met de missie de online automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Vindio, used car controller en tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie om de online automotive beter te maken. En beter te maken doen we voornamelijk door trainingen, door content te leveren. En vandaag hebben we dan ook een collega trainer hier uh, in onze podcast studio, Walter Stoof, uh, van onder andere AVN Remarketing. Walter, wat fijn dat je er bent. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Ik kijk altijd met genoegen. Ja. En. Uh... Ja, ik had niet zo snel verwacht zelf het leidend voorwerp uh, te worden, maar uh, ja, uh, ik heb er wel zin in. Nou, je bent er gelukkig en, 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 en wat fijn dat je er ook bent. Maar kun je voor onze luisteraars die misschien nog niet veel van je weten, jezelf voorstellen wat je doet en waar je voor staat? Ja, ja dat lukt wel. Um, ik, um, ik werk bij Avian Remarketing en daar helpen we leasemaatschappijen, wagenparkbeheerders met automatisering... Om het proces van inspectie, of met name aan het eind van een contract of bij een bedrijverswissel, om dat makkelijker te maken. Uh -huh. en, um, je ziet ook eigenlijk dat uh, op dat pad van uh, makkelijk maken bij van bedrijverswissels, uh, uh, dat steeds meer dealers op dat uh, uh -huh. pad komen. Um, vanuit onze expertise, die eigenlijk gestart is bij autoveiling... krijg ik ook wel vaak de vragen over help ons. Uh, ja, toch eens jullie kant te bekijken over het verkopen van auto's, met name gebruikte auto's, mm -hmm. taxeren ja, yeah. um, nou, dat soort zaken. Dus het is voornamelijk listmaatschappij en dealerbedrijven of ook universele? Mm, nee, dat nog niet zoveel. Nee nee, nee. nee, nee. En wat heb je hiervoor dan maar gedaan? Ja, ik, ik ben al heel oud, dus dat is al <laughs> gaaf. <gauw>, heel <laughs> <veel>, natuurlijk, <laughs> um, ik ben. Um, um, ja vrij vrij jonge leeftijd begonnen bij Peugeot Nederland als rionmanager. Uh -huh. Ik was toen 24 en uh, vanuit dat vak uh, ben ik uh, binnen dat bedrijf uh, met heel veel plezier doorgegroeid naar trainer uh -huh. uh, op het gebied van vaardigheden, verkoopvaardigheden. Erg interessant hebben ze me goed in gefaciliteerd dat ik uh -huh. daar uh, kennis en zelf ook vaardigheden in opdeed. Uh -huh. En uiteindelijk uh, kwam ik via een gebruikte auto training terecht bij BCA autoveiling en daar ben ik een uh, Drietal jaren aan de gang geweest. En dat Alleen... was in de jaren negentig? Dat was in de jaren negentig, ja. Oké, okay, doet ja. ze nog echt fysieke veilingen ja, zeker, uh, allemaal ja. deden. Fantastisch. Uh, ja. Ik denk dat het meest uh, belonend verkoopgevoel is, uh, is dat van een veilingmeester die afhamert. Ja, ja. En, uh, en, en naar het publiek kijkt en zegt: uh, Van ik zie dat jij wil bieden. Ja, uh, en, ja, en dan komt hij. Uh, ja. Ja, ja, dat is niet te evenaren. Uh, ik, ik vind het fascinerend om te kijken. Ik zie af en toe wel eens op de YouTube, die Amerikaanse veilingen in zo'n ja. hele grote zaal. En met die klassiekers en dergelijke. Ja. En dat die, uh, dat die mensen die daadwerkelijk uh, in de zaal lopen om die biedingen op te halen. Ja. Echt ook mensen bijna pushen van je, bied het ja. is jouw uh, auto, weet ja. je wel. En ja. om van daaruit dan toch weer uh, uh, ja, een verhaal te hebben. Ja, het is, het is heerlijk om te zien. Kijk, eigenlijk, iedereen gaat naar een veiling toe om, om winst te halen. En wat je uiteindelijk ziet is uh, dat ze willen winnen van elkaar. Ja. En dat proces, dat, dat zie je niet alleen op veilingen. Wat onzichtbaarder zie je dat mm -hmm. natuurlijk in de showroom ook. Want de klant ja. die zegt van ik kan daar uh, zoveel krijgen en dan ga je er overheen bieden. Ja. Uh, en dan uh, raakt zomaar de winst uit het zicht. Ja omdat we nog een streepje erbij willen hebben. Maar, Erg onhandig. Trouwens. Maar is een veiling niet dan per definitie, even als ik er als leek naar zit te kijken, dat op het moment dat je de veiling wint, dat jij de enige bent die ze hoog hebt willen bieden? Nou ja, het uitdaging van een veilingmeester is wie zich het meest vergist, mag hem hebben. Ja, ja. Dus ja, een ja, andere Een beetje aan, rot natuurlijk. Nou, maar... Nee, maar aan de andere kant, het bestaat al, weet ik niet hoe lang. Dus het heeft ook weer zijn waarde bewezen. Nou ja, het, is, het is ook heel fijn om te refereren aan. Ik bedoel, ja. het, 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 als je in de zaal staat en je denkt: hé, uh, hey, Piet die zit hierop te bieden. Mm -hmm. dan kan ik hem ook kopen. En ik kan altijd 100 euro meer geven dan Piet. En dan, dan schiet ik mezelf niet in de voet. Nee. Dus de andere kant. Dus, ja. t, 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 dus zeg maar, ja, je bent degene die ik het meeste wil geven. Aan de andere mm -hmm. kant zit er ook een absolute veiligheid aan. Dus daarmee ja. is het een fantastisch mooi proces. Yes. Ja. En de, daarna ben je, uh, heb je Fleet Select opgericht, hè? Ja. In de, in de begintijd al? Ja, ja. En dan meteen uh, vanaf niks. Dus uh, yeah. uh, vanuit uh, de garagebox. Um, uh, want ik dacht... Nou ja, ik werkte bij BCA en ik dacht, er moet een online veiling komen. Alleen ja. de aandeelhouder daar, die zei van, nee, dat gaat nooit meer dan vijf... Misschien een keer 15% procent worden, daar gaan we niet in investeren. Ja, vijftien procent van heel veel is toch nog steeds veel. Ja, dat, veel. Dacht, ik, dat ja. dacht ik ook. Alleen, ja, Fleet Select werd natuurlijk heel rap de grote concurrent ja. van BCA in, uh, in Nederland. En, en hapte hier ook de, de aantallen van, uh, van ja. BCA weg. ja. En euh, nou ja, goed, de, 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 dus dat online bewees zich, maar het was wel echt een moeilijke strijd. Dus de, en in, zeg maar, die eerste jaren moest je echt als een soort evangelist door Nederland heen. En in welke periode was dat? Was dat in 99? De, dat was dus in die periode daadwerkelijk dat je dealers ook nog de faxmodem moest uitlaten zetten. om de internetmodem aan te laten zetten. Ja. om even te kijken naar Frietslek.nl. Ja, ja, ja. Da, daar was al zeg maar de uitspraak van. Ja, vanuit je lui stoel autoskopen. Yeah, yeah, yeah. dus, dus je moest nog een muis in beeld brengen van uh -huh. dat dat zo, zo werkte. En uiteindelijk ging het toch over uh, zeg maar op locatie zijn, bij de bedrijven zijn en uh -huh. zeggen van oké, okay, je koopt ze van mij. Alleen dit is het systeem yeah. wat je daarbij helpt. En, yeah. en je veel tijd scheelt. Je hoeft niet meer te rijden of. Uh, nou goed, daar zitten plussen en minnen aan. Bij BCA was het zo dat ze een fantastische, volgens mij hebben ze nog steeds, een fantastische cafetaria hebben. Ja. Dus dan heb je een clubhuis. Daar heb je ook behoefte aan als ondernemer, als kooker ja, van auto's. Maar ook, zeg maar, we komen nu uit 18 maanden corona ellende, weet je wel. Je wil elkaar gewoon zien. Absoluut. En, 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 ja. en je hoeft elkaar niet aan te, te raken, maar wat nee. jij zegt... In de tussenzin in clubhuis, ja. gevoel weet je wel. Van, van die ja. zie ik elke week daar. Ja. Even een praatje maken, hoe is het met de vrouw, hoe is het met ja. de kinderen, eh, ja. hoe is het met de business. Ja, die, die, die sociale cohesie is natuurlijk ontzettend van belang. Ja, nou ja, en, en dat mist een online veiling natuurlijk ten ene malen. Ja. Um, het, het, het dus ja, zoals wij het, uh, het doen nu ook bij uh, bij, uh, bij AVN Remarketing, is dat we echt wel op pad gaan mm -hmm. en bij de bedrijven uh, langs gaan om, om ja, wat van onszelf te laten zien. Ja. Want uiteindelijk koop je nog steeds van ons. Ja. En, um, en t, 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 koop je dus ook een deel van ons ja. als je een transactie doet. Hoe makkelijk dat ook gemaakt wordt. En ik denk dat dat. Business to business zo is, maar ook uh, business to consumer misschien op veel harder geld. Hè? Online willen mensen heel veel zien, besluiten. Hebben misschien alles al mm -hmm. besloten, maar uiteindelijk wil je toch bij elkaar komen. Ja, zou je dat als gevoel mogen omschrijven? Ik denk het wel. Ja. Maar dan moet je wel zeker weten dat het het juiste gevoel overbrengt. Ja. Nee, maar als je weet wie achter die veiling zit en dergelijke, wie het beheerst, wie het faciliteert en dergelijke. En er is een keer een mm -hmm. probleem, weet je in ieder geval hoe de man eruit ziet om het probleem op te lossen. Ja. Hè, in die zin. Ja. En um, na Fleet Select uh, kwam je onder andere terecht bij Kia en See It Now. Ja. Uh, als uh, trainer, implementatiemanager denk ik ook. Hè. Ja. Um, wat heb je geleerd uit de tijd van See It Now? Nou... Um... -t -t Twee dingen. Dat, dat video ongelooflijk effectief is om juist die drempel uh, te verlagen. Je brengt in mm -hmm. feite de showroom of de werkplaats breng je bij de mensen op die, uh, yep. op die handy. Um, en dat is ongelooflijk krachtig. Dus je moet dat niet meer negeren in deze tijd uh, dat dat er is. Um, en als je als verkoper je oefent om dit te doen, dan heb je eigenlijk ook je pitch klaar. Ja. Yeah. Je en, moet er echt over nadenken. Je moet er echt over nadenken. Ja. Maar als je je pitch klaar hebt, uh, of je nou op, op een verjaardag bent of op een hobby-evenement en mensen vragen naar nou, wat je doet, dan kun je dat zo naadloos eruit uh, rammen. Uh -huh. Wa waarom werk je daar? Wa wat is je passie? Wat is gaaf? Ja. Nou, als je dat uh, ook kunt doen op het moment uh, dat je nou, bijvoorbeeld uh, via Coldrip een uh, telefoontje uh, krijgt. Dan pak je dat telefoontje veel gemakkelijker op. Ja. Maar je basis is dat oefenen. Dat is een keertje pijnlijk en, 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 en hard werken. Maar we zijn niet allemaal Robert Redford. Dat is. En dat is ook. Dat ben ik zeker niet. Nee. Maar heb daar gewoon geen probleem mee. Ga, ga dat doen. Nou, dat, dat heb ik echt bij het zie je nou uh, fantastisch geleerd. Ja. Erg nou, leuk. nou, maak ik die, die, wat jij zei over de acteur, hè? Mm -hmm. uh, dat synoniem ook wel, hè? van ja, okay. op het moment dat we een heel jaar lang bij Ajax 1 mee mogen trainen, zullen mm -hmm. ze ons nooit na een jaar willen betalen om in Ajax 1 te mogen spelen. Hè, want nee. we zijn niet goed genoeg, nee. Hè? Nee. bij lange na niet. Mm -hmm. Maar we worden wel een betere voetballer na dat jaar. Zeker. We hebben wel wat geleerd, professional nee. worden we niet, maar we zijn wel beter dan dat mm -hmm. we binnenkwamen. En zo is ja. dat met die video of met scripting of wat dan ook. Ik geloof je... ook dat de klant het niet verwacht van dat je perfect bent. Nee, maar je hebt de basis nul en je wordt opeens vier. Dat is ja. toch vier keer beter dan nul in ja. die zin. En ja. dan is misschien een acteur negen, dat zal dan wel uh, ja. prima, maar vier ja. is beter dan nul. Ja. Ja. Um, en je hebt ook heel veel met Kia gedaan, maar dan wereldwijd ook, hè? Ja, uh, Kia die, uh, uh, die heeft de rion-managers op ja. enig moment uh, getraind. Dat is alweer vijf jaar geleden, overigens. Uh, uh -huh. En die training heb ik gebouwd in opdracht van het bedrijf waarvoor uh, ik uh, werkte. Um, nou, erg, uh, erg interessant, want dat waren het waren het, het, gruwig zeven taalgebieden. Dus ik moest de training in het Engels voorbereiden, om uh -huh. uh, mensen die Arabisch of. Uh, Portugees spreken ook, ja. uh, ook uh, in te trainen, er kwamen natuurlijk van allerlei uh, mooie invalshoeken. Hè. Dus dan uh, leer je dat in bepaalde landen in de wereld uh, receptionisten nog geslagen worden door een baas, uh, ja. Uh, ja. als ze niet daar een zin hebben gedaan voor de klant. Ja, uh, Dus dat is ook enigszins wennen. Uh, ja. In heel veel landen is het eigenlijk helemaal geen gewoonte. Of ja, het is niet eens denkbaar dat mensen getraind worden in het, dieren, nee. in, in het uh, dierenbedrijf. Dus ja, dat is ook een uh, stap waar uh, KIA en het, in mm -hmm. feite alle merken mee te maken hebben. Buitengewoon uh, interessant. En samen met die Rion-managers hebben we gekeken naar uh, wat voor rol ze eigenlijk zouden moeten innemen. op het moment ja, dat je het niet eens bent of dat dingen niet zo gaan als dat je wil, of mm -hmm. dat de kansen niet gegrepen uh, worden. Ja, en dan zijn uh, eigen ruwweg zou je kunnen zeggen dat er vier verschillende rollen zijn daarin. Uh, en of het nou zeg maar bij de uh, managers ligt, dat weet ik niet. Want iedereen gra wil graag coach zijn, maar yeah. dat zie je in heel Nederland ook uh, gebeuren. Dat iedereen uh -huh. zich graag uh, coach noemt. Dat vind ik echt een uitgeholde term inmiddels yeah. uh, geworden. In mijn optiek is coach vragen stellen. Het is uh, relatief uh, achterover hangen en uh, pauze laten vallen en de ander laten komen en, yeah. en op denkbeelden laten komen. En, en die rol kun je niet altijd innemen in werk, nee. in, 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 in retailbedrijf dan ook. Je dus moet een van de rollen is dan een coach. En die andere drie, dat zou kunnen zijn dat je ook af en toe een keer een baas moet zijn. En ja, zeker. Directief. Hè? Dus ja. je kijk, als iemand de eerste dag begint, ben je directief. En zeg je van, dit is het lijstje wat je afwerkt. Eind van de middag dan uh, spreken we elkaar weer. Ja. Nou, dat, dat proces is relatief kort hè, dus we zeggen in de in de in de in de in de showroom vaak van nou daar is je bureau en de telefoon, daar staan de ja. auto's en uh, maak, maak me trots. Ja, doe iets. Um, en, en, nou dat, dat is niet wat uh, de lading helemaal dekt, mm -hmm. um, maar goed, er zijn twee andere dingen die je ook kunt uh, doen. Je kunt uh, feedback geven, maar dat is meer de ervaren uh, uh, verkoper of uh, uh, de, 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 die wil nooit wat aanpassen. Yeah. Zeker als iemand goed is, is feedback uh, perfect om uh, te geven. Want dan vinden ze kritiek ook erg interessant. Um, en je hebt de rol uh, van mentor. En daar gaat het denk ik in heel veel gevallen mis. Want dan mm -hmm. moet je jezelf blootgeven. Want yeah. dan moet je meewerken. Dan moet je dezelfde dingen gaan doen. Mm -hmm. En. Dat is helemaal niet erg dat je fouten maakt. Nee. Maar, maar je moet dat wel durven doen. Als je dat gaat doen, dan weet ik zeker dat, uh, dat je, je je team. Het vertrouwen binnen je team, het zelfvertrouwen in je team, enorm verhoogt. En zelfvertrouwen is er ongelooflijk veel te, te vinden in, de, in de, voor, de, ja, zeg maar voor de nieuwe generaties. Goed, ik ben uh, ik ben al enigszins ervaren, zeg maar. Ja. <laughs> ik kan niet zeggen, ja. ik ben een oude. Lul, ja, maar, ja. Uh, uh, ik zie wel dat mijn rol is uh, uh, dat ik uh, ervaringen, gedrag yeah. dat kan overbrengen. Niet zozeer kennis, want dat vinden ze wel. Uh, yeah. uh, uh, nou, het internet staat er vol van. Hè. Ja, nou precies, op een telefoon is alles weet je yeah. wel. Ik bedoel, uh, ik heb een hele beeld uh, kinderen uh, en, en, en die doen allemaal aan factchecken. Yeah. Uh, dus ik ben er erg, uh, erg aan gewend dat, dat ik. Niet maar zomaar iets poneren. Ik, mo nee. <laughs> Ik mo ja. moet meer op. Ja, dus uh, ja, ook thuis voldoende oefenmateriaal, zeg maar. Ja. Ja. maar aan de andere kant, hè, dat, dat mentorschap, hè, wat, je, uh, wat je meldt. Ja. Doen de sales managers in de automotive dat in de regel te weinig. Dus zelf meelopen, zelf ook de auto laten zien om te verkopen. Van hoe ga je nou met dat bezwaar om? Of hoe ga je nou met die klacht om? Of zitten ze te veilig vaak in hun kantoor te zeggen hoe het zou moeten? Ja, ik wil daar niet per se een oordeel over, spreken, over uitspreken. Ik realiseer me wel dat zeg maar, als je puber bent, op de middelbare school zit... Uh -huh. dat je eigenlijk niet de handvaten krijgt om je zelfvertrouwen te ontwikkelen. En als nee. je zelfvertrouwen ontwikkelt, kun je vertrouwen winnen. En, en dat is essentie voor essentie van de verkoop. Uh -huh. Altijd al, nog steeds. Um, dus je, je rol als salesmanager is vooral om te helpen dat het zelfvertrouwen omhoog gaat. Uh -huh. Meer collega's gebruiken used car controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft used car controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt used car controller je tot sterkste in je vak. Vindio is de merkonafhankelijke automotive partner. Vindio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden? Dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. En niet het afrekenen wat te vaak gebeurt. Mm -hmm. en we zitten te veel, misschien wel in heel Nederland, in een afrekencultuur. En dat vind ik echt jammer. Want daar worden we niet beter van met z'n allen. Nee. Dus... Uh, uh, ja, ik zou ze willen verleiden. Uh, en ja, dat is ook wat ik doe. Ik geef je handvaten als ik een training yeah. geef, um, nou, echt vanuit de psychologie. Uh, daar verdiep ik me ook in. Altijd al gedaan. Um, hoe, je, hoe je je zelfvertrouwen bij jezelf, maar ook bij anderen omhoog helpt. Daar mm -hmm. nou, ja, zitten een aantal belangrijke dingen in. En die, die zullen we allemaal ervaren. Uh, Bijvoorbeeld, uh, nou, ik kan de honderdduizend voorbeelden geven, yeah. maar als je je ademhaling aanpast op dat van een ander, ja, yeah. dan wil alleen je, de ademhaling. Alleen dan, dat is het meest krachtige eigenlijk al, ja, yeah. uh, uh, dan heb je het best rapport of het beste contact, ja. Yeah. Dus zo gauw als je merkt dat je tempo te hoog is, dan is je ademhaling te hoog, yeah. uh, Zo gauw als je merkt dat uh, uh, iemand afhaakt, dan, mm -hmm. dan zit er vaak een ademhalingsreden achter. Nou, het gaat zover dat uh, als je verkeering hebt en uh, de een wil niet, dan uh, weet je al dat de ademhalingstempo verschillend is. Dus ga ja. maar zorgen dat dat voor elkaar komt. Dan heb je meer lol. Ja. Nou, en ik vertel dat verkopers altijd. Ja. En die snappen en, ze. Ja, die snappen ze. Maar dan komen ze ook altijd op terug van, hey, het werkt altijd. Ja, dus, ja, ja, uh, dus ja, ja, deze... ja, 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 <laughs> ja. Hey, en, 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 en wat doet intonatie? Ja, dat is de tweede. Uh, uh, de, uh, zeg maar je timbre, je tonaliteit ja. is, uh, is, uh, is heel, uh, heel wezenlijk. Um, je zou kunnen zeggen dat uh, van die communicatie... Dat, dat dat geheel van hoe je je stem gebruikt... dat 55% uh -huh. wel de uh, kracht is van intonatie. Ja. De, van, van nou Nogmaals, de timbre, tonaliteit en volume. Ja. Dus soms moet je ook je volume gebruiken om dingen voor elkaar uh, te krijgen. Ja. Je zit in onderhandeling, je zit vast. En dan zeg je van: Ja, wat harder zeg je van ja. Nou, ik ga even koffie halen. Dan kunnen jullie er even over nadenken. Ja. En doordat je dat zo scherp en, en duidelijk zegt. zet je ook de knop bij de ander om. Ja. Um, nou, vanuit de NLP leer je bijvoorbeeld dat je. Wat is de NLP? Uh, neurolinguistisch programmeren, ja. Sorry. Ik ga wel met... Maar goed, dat is de taal van je denken. Mm -hmm. he, dus je hersens spreken een bepaalde taal. Dat het grootste gedeelte van je denken is onbewust. Yeah. Uh, 95, 96 procent. He. Je kunt niet zo heel veel bewust uh, denken op een, uh, op een dag. Uh, denk maar eens aan het schakelen in je auto. Daar denk je ook niet meer over na nee, hoe vaak nee, je ik, dat nee. hebt gedaan. En uh, nou ja, dat, dat, dat ja. Is of remmen voor een stoplicht. Daar ga je niet meer over nadenken. Dat is een automatisme. Ja. Maar goed, er zijn dingen die je bewust uh, kunt, uh, kunt doen. En dat is inderdaad dat ademhalingsaanpassen, ja. uh, maar ook je tonaliteit. Ook een handige, als je toch aan het bellen gaat, is de naam van de klant uh, noemen. Want als ik thuis ben, dan noemen ze ja. me altijd bij mijn naam. Hey Walter dit, hé hey, Walter dat. Dat geeft vertrouwen. Ja. Uh, die mensen vertrouw ik het meest waar ik bij, bij woon. Ja. Uh, dus als je dat doet naar je klant toe, ja. uh, in een telefoongesprek, dan heb je veel meer... Ja, Zeg maar dat je eigenlijk al een beetje van elkaar houdt. Dus in die zin van: ik bel een, een, een online aanvraag op. Ja. Ik probeer de ademhaling uh, te synchroniseren. Ik probeer de tonatie uh, zo te gebruiken dat de klant er enthousiast van wordt. Ja. He, dus uh, misschien wat hogere toon, uh, up-tempo. Ja. Um, en ik probeer waar het dus kan. Uh, Mevrouw Jansen, u heeft de aanvraag gedaan voor die nieuwe Toyota IGO je beetje op zo'n manier. Ja, de, de, wat jij nu zegt is letterlijk, in mijn optiek, de goede manier. Dus dat is de zogenaamde feitelijke opmerking. Iets wat ja. absoluut waar is. Ze heeft je gebeld of ze heeft ja. die mail gestuurd. En herhaal dat. Want iemand die uh, opgebeld wordt uh, met het verhaal van je hebt dit en dat gedaan, die zegt meteen ja. En dat is eigenlijk. Uh, maar de eerste... Als een feit en niet als een vraag. Altijd als een feit. Ja, want dat is de, het intonatieverschil. Wat ik absoluut. heel veel in de gesprek hoor, absoluut. is dat ze hem niet als feit brengen, maar als een vraag stellen. Ja, en dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. En juist door die feitelijkheid, hè, dus mm -hmm. dat, je, dat je echt iets wat absoluut waar is. De koningin daarvan overigens is Oprah Winfrey. Kijk maar absoluut ja, even ja. Wat, wat terug. Die zegt alleen maar dingen die waar zijn en het hele publiek zit ja te knikken. Ja. En, dat, en die vinden dat allemaal geweldig. En, ja. en, en wat ze eigenlijk denken is, jij begrijpt mij tenminste. Ja. Omdat ze dat toevallig ook denken, omdat het waar is. Ja. Nou, dit is wat je altijd wil van je klant, dat die denkt van hey, jij begrijpt uh -huh. mij tenminste. Uh -huh. Als je dat, zeg maar, dat energieniveau weet over te brengen, uh -huh. nou, tempo, tonaliteit, ademhalingstempo is dus het, het, het help je al heel goed met die tonaliteit te vinden. En stel geen vraag. Zeg gewoon wat er aan de hand is. Ja. Stel geen vraag. Stel geen vraag. Begin en, daar niet mee. Nee. Dus zeg maar, met de feitelijke opmerking is. Ja, bijvoorbeeld in de, in de winkel zeg je: Ik zag u de showroom binnenkomen. Ik ja. zag u kijken naar model X, Z. En zeg maar 95% van de mensen gaat dan meteen het hele verhaal vertellen. Ja. ja. En, en wacht er maar. Dat is zou de kickstart die je zou moeten hebben. Absoluut. Ja. Dat is gewoon... Neem de rust en laat de hm. mensen maar komen. En. en ja, als je gaat vragen waarmee kan ik je helpen. Dan zegt ja. iemand van ja, ik kom kijken naar een naar een andere auto. Ja, Ja, het grootste valkuil is dan meteen dat je andere auto's gaat aanzitten te wijzen. En nou ja, dat je een beetje een, een, een spervuur van vragen uh, afvuurt. Oh. Um, terwijl je nooit een inhoudelijk gesprek krijgt met de ja. klant, nooit op het juiste toonniveau komt met nee. de klant. Nou ja, klopt. Uh, waardoor je het nooit uh, eigenlijk gaat redden met de klant op uh, in dat korte gesprek, wat je eigenlijk via de de telefoon hebt ja. de vraag die ik eigenlijk heb hè, is dus um, je bent al je le je leven lang werkzaam leven een trainer mm -hmm. um, ik ben geen trainer zelf. Tenminste, zo zie ik mezelf niet. Alleen je traint wel natuurlijk mensen in seminars of iets dergelijks. En dat doe je ook goed hoor. Want ik heb het een paar keer gevolgd. En dan denk ik altijd: Jammer dat het een einde is. Dankjewel. Maar waar ik moeite mee heb voor mezelf ook. Om de klant of de verkoper dan. Die knikken allemaal, ja, ga ik doen, mm. weet je wel. En, en de volgende dag of de week daarna is het, is het vrijwel allemaal vergeten. Dus hoe krijgen we nou zeg maar, het zover in de, in de hoofden van verkopers, van mensen die daadwerkelijk openstaan om daadwerkelijk ook iets te leren, mm -hmm. dat ze niet uh, direct terugvallen in die waanzin van de dag? Nou ja, euh, eigenlijk is dat uh, het, het antwoord is leren door doen. Um, als je het daadwerkelijk oefent, mm -hmm. dan word je daar uh, beter in. Alleen het helpen oefenen, dat is je grootste rol uh, als trainer. En dat het oefenen niet eng is, en dat het niet erg is. Dus je, het is eigenlijk, uh, nou ja, stel je voor, ik wil uh, coureur uh, worden, yeah. dan moet ik aan Max Verstappen vragen van, uh, ga een dagje met me mee. En dan ga ik proberen jouw lijnen te volgen. En dus, dan geef je mij weer terug waar de rempunten moeten zijn. En je gaat een keertje naast me zitten. En, dus je moet het echt wel op die manier uh, doen. en Aan het eind van de dag uh, ga je misschien een paar seconden vlugger over dat weer Je bent nog geen Max verstappen. Maar doordat hij ja, je helpt uit zijn mooie ervaring en vaardigheid. Maak je een, uh, maak je uh -huh. een stap, uh, maak je een stap naar voren. Ja, dat is met, met trainen ook. Hè. Dus het trainen is. Ja, je kunt een, een, een verhaal presenteren uh -huh. uiteraard. Um, maar ik merk altijd dat het echt doordoen is. Dus ik ben wel uh, koning rollenspel uh, ja, zeg ja. maar. Uh, uh, en daarbij moet je echt zorgen dat, de dat je de veiligheid creëert. Ja. Dus, de veiligheid is dan één op één of? Uh, Nee, Niet per se. Maar uh, um, op het moment dat iemand vastloopt, uh -huh. dan uh, uh, gaat het niet om dat vastlopen. Dan gaat het om van wat ga je dan wel doen om de volgende keer. Goed te doen. Mm -hmm. En die volgende keer laat je er meteen op volgen. Zodat er altijd succesbeleving is. Yeah. Wat, wat je altijd zult zien is dat je op het moment dat je in een proces vastloopt... Mm -hmm. En je krijgt een paar tips van je collega's die yeah. er bij zitten. Want dat vind ik relevant. Hoe, hoe zien die het allemaal? Dus daar beloon ik de groep op. Um, is het van, hoe maak je dan het, 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 die stap? En je zult altijd zien dat iedereen een grote stap maakt. Ja. Yeah. En, en dan heb je succesbeleving en, en op het moment dat je dat voelt, succes, ja, dat hangt aan. En dan ga je ja, jouw vraag uh, beantwoord krijgen. Mm -hmm. Op het moment dat dat gevoeld wordt, dan ga je het ook vaker in de praktijk doen. Ja. Dus er zijn altijd dingen in een training die je zegt en, 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 en aangeeft. Ja, als ik nog in showrooms kom en dat mm -hmm. gebeurt met regelmatig, dan zeg ik, hey Walter, ik doe nu dit en het helpt. Ik doe het nog ja. steeds. En ja, dat is wat ik graag als trainer wil bereiken. Vind ja. ik superleuk ook. Maar eigenlijk is het ook dat ze ook zelf een succesmomentje moeten ervaren... om te, om te kunnen ervaren dat het daadwerkelijk werkt. Absoluut, absoluut. Dat is, ja. je, dat is je verantwoordelijkheid als trainer, vind ja. ik. Hey, en, en, en hoe vertaal je dat zeg maar, in je huidige werkzaamheden bij, uh, bij Autoveiling en bij AVN? Nou ja, zeg maar, wat wij leveren, AV, AVN Remarketing, is in feite besparing op tijd en kosten, uh -huh. op gedoe vermijden. Uh -huh. Dus als je een goed inspectierapport hebt... dan heb je minder gedoe met een klant aan het einde van, uh, van een looptijd... over de schades die gereden zijn. Heb je um, uh, een, uh, een systeem waar je makkelijk kunt vrijwaren... of makkelijk kunt verkopen wat tijd bespaart... Um, heb je goede referentiewaardes... dan ga je sneller door zo'n proces heen. En als je... Tijd over hebt, dan kun je dat beter aan je aan je kwaliteit werken. Mm -hmm. Dus je wordt eigenlijk, je bespaart tijd, maar je wordt beter. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk iets wat uh, wat altijd heel belonend is, uh, ja. moet ik moet ik zeggen. Daar hebben jullie verschillende apps ook voor gemaakt hè? Ja. en continu in ontwikkeling. Ja. Uh, zijn jullie er ook al mee bezig, en dat fascineert mij enorm. het Is dat um, dat er uh, vooral in Amerika nu een aantal bedrijven zijn, zoals die van jullie eigenlijk. Hè, want daar hoort hij mm. toch ergens een beetje in, in dat spectrum, dus thuis. Dat vanuit een auto-inspectierapporten, mm -hmm. dus je krijgt de auto binnen. Um, ho hoe lang duurt het voordat de auto eigenlijk perfect weer online wordt gepresenteerd om verkocht te worden? En uh, op het moment ja. dat je dat niet in de gaten hebt, kan het zomaar 14 dagen duren. 20 dagen duren. Ik denk 7 dat het dagen bij de gemiddelde duren. dealer 12 dagen uh, duurt. Zeg ja, maar. en dan hebben we een ja. doorlooptijd van zes. Uh, en dan zijn ze ja. nog daar heel blij mee. Terwijl het eigenlijk misschien zeven is als je die tijd er ook nog eens bij neemt. Ja. Wat ze vaak. Niet bewust vergeten. Mm -hmm. Hebben jullie daar ook al uh, oplossingen voor kunnen bedenken? Waardoor je kunt zien, eigenlijk in je funnel, in je dealerbedrijf of in je in je leesmaatschappij. Ik krijg de auto binnen en hij staat nu bij de, bij de poets. Hij staat nu bij de schade. Hij staat nu bij de service. Weet je wel, dat en dat moet gedaan worden voordat hij gereed is. Ja, we zijn we hebben een applicatie gemaakt uh, waarbij je niet alleen inspecties doet, maar ook het pool kunt beheren. Dus ja. de auto's die van bereiders terugkomen of bij bereiderswissels uh, uh -huh. uh, worden uh, heringezet. En daar heb je natuurlijk heel veel partners bij nodig. Schadebedrijven, yeah, yeah. uh, reparatiebanden, uh, transport. Maar, maar het is fijn dat je weet waar die auto dan op dat moment staat. Ja, dat zie je op dat platform. Yeah. Um, uh, en dat kun je ook managen op dat platform. En daarmee komt er natuurlijk heel veel data vrij over hoe lang je dat doet. Uh -huh. um, nou ja, de, de basis is eigenlijk dat je... Um, ja, je hebt een aantal KPI's en, yeah. en, en, en maar in dat proces valt er altijd tijd te winnen. Yeah. Altijd tijd te winnen. Yeah. En ja, zijn zeg maar, lease-auto kost ongeveer 20 euro per dag. Yeah. Uh, yeah. En, dus uh, ja, bij een ja, ingekochte auto is misschien nog een rondje duurder bij een nou ja, Het is niet 20 euro die je elke dag moet betalen, nee, maar nee, toch nee. ergens wel betaald wordt. Absoluut. In ja. mindere opbrengst of meer kosten. Ja, ja, ja. nou hebben we zeg maar het afgelopen jaar, en dat is verlammend voor de vernieuwing, ja. uh, hebben we gezien dat, uh, dat de auto's eigenlijk niet per se minder op gingen brengen. Maar nee. uh, laat het maar even staan, dan wordt die meer waard. Ja. Dus we konden allemaal uh, eigenlijk uh, hetzelfde doen als uh, de gallery in Brummen. Ja, uh, uh, ja. Ja, ja. ja, ik woon er vlakbij, vlak maar ik zie het inderdaad. Oh, die ik, ik mij, heb ik die vorig jaar ook gezien. Volgens mij ja. was hij toen anders. Ja, nee, ja, ja, ja. het is meer water geworden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, maar goed, dat is verlammend. Uh, aan de andere kant, want je, je moet vernieuwen. Wat heel duidelijk is geworden in de coronatijd, is dat ook die, 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 die particulier, maar ook bedrijven anders uh -huh. denken. Kijk, bij leasemaatschappijen is natuurlijk de hoeveelheid headcount naar beneden gegaan. En die ja. willen ze niet graag omhoog hebben. Bij diersbedrijven ook zo. Ja. Nou, dan komt de vraag naar automatisering natuurlijk. Die wordt veel relevanter. Ja. En met automatisering kun je echt grote stappen maken. Nou ja, dat proberen we met klanten te doen. Ja. En dus voor ons ook pittig. Want geen proces lijkt hetzelfde te zijn. Nee, nee. En wij zijn echt kampioen met aanpassen. Ja. Uh, want het moet, het moet passen bij een winkel, ja. bij een gedrag, ja. bij, ja. bij Maar dat kunnen jullie ook faciliteren, dat je hem aanpast voor de winkel? Jazeker, dat, dat, dat is wat we eigenlijk continu aan het doen zijn. Ja. Dus okay. er, er, er geen programma dat, uh, dat uh, 100% hetzelfde is. Nee. Oké. Okay. hey Walter, uh, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek en dankjewel ja. voor de komst uh, hier uh, in Ede. Welkom te doen, dankjewel. Um, als mensen vragen hebben uh, over, over, over jou, over jullie dienstverlening, over AVN, maar ook misschien over NLP, mm. uh, hoe ze daarin beter kunnen worden. Hoe komen ze dan het beste met jou in contact? Via AVN Remarketing uh, ja. uh, op, de, op de website uh, vinden ze mij. Uh... Oké, okay. en via LinkedIn? Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, okay. ja LinkedIn. Uh, kun je, het, het is leuk als je contact met, uh, met me neemt. Oké, prima. Okay, prima. En, uh, nou, dank Ja. In allerlei uh, vakgebieden kom je dan terecht. En ja. Dat maakt het voor mij ook interessant. Ja. Dus, uh, super. Dank je wel. Dank je wel voor de, de komst. Uh, volgende week, uiteraard, weer een nieuwe aflevering. Nieuwe gast, de missie: de online Automotive beter maken. Tot volgende week. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW Podcast van Paul de Vries. met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes. en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW Podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC. Findio used car controller en tweedehands.be